weer tijd voor een nieuwe Road to Glory aflevering. En deze week ben ik nog niet zo ver dat we een compleet team hebben waarmee ik echt Rivals wil gaan spelen. Dus we zitten nog een beetje vast aan squad battles. Dus ik dacht, vandaag gaan we lekker veel packs openmaken en kijken of we het team daarmee kunnen versterken. Het team wat ik in gedachten heb is dus dit. Ja, toch wel een aantal spelers die je kan krijgen via doelstellingen. Maar laten we eerst eventjes al die doelstellingen claimen. En kijken of we geluk hebben met een aantal leuke nieuwe kaarten die we kunnen gebruiken. Het team wat we zagen, daar ben ik natuurlijk niet mee getrouwd. We kunnen dat altijd nog wijzigen. Mochten we dingen packen die echt heel erg goed zijn, dan gooien we natuurlijk dat team om. Maar op zich is het ook wel fijn om een soort van leidraad te hebben van waar we voor willen gaan. Oh, hier moeten we keuze maken. 10 zeldzame gouden spelerspakket 80 plus of beetje 84 plus. 10 keer of 84. Nou, we hebben bijna niks in de club zitten, dus we gaan zeker voor 10 keer. We gaan alles opslaan. Alles wat we krijgen. Normaal gesproken bij mijn account discard ik alles. Hier gaan we lekker alles opslaan. Maar we hebben nog meer te claimen. En deze heb ik ook voltooid. Reyna. Dat is toch echt wel toch een hele leuke kaart, lijkt mij. Ik weet niet of ze heel veel kans hebben om ver te komen. Maar ja, deze kaart ten opzichte van mijn huidige team ziet er natuurlijk hartstikke goed uit. Dus die gaan we wellicht nog wel gebruiken. Goed, die zouden we ook kunnen gebruiken. Ik ben natuurlijk voor Eredivisie gegaan in mijn eerste idee over welk team we willen gaan gebruiken. Goed, 1 van 3 zeldzame gouden spelers. Kan bijna geen dubbel zijn. Oké. Dat ziet er goed uit. Gaan we zeker kiezen natuurlijk. Is die wat waard trouwens? Oh, nee, dat niet. Goed, 10 pakketten. Laten we hopen dat we dat geluk hebben. De echt goede pakketten komen natuurlijk nog aan. Want ik bedoel, we hebben nog niet 400 assists gegeven of dat soort dingen. Dus de 100k pakketten, die komen er nog aan. Ik denk dat dat al de volgende video wordt. Want we waren wel echt goed onderweg naar te komen. Maar laten we kijken of we hier een beetje geluk in gaan krijgen. We willen natuurlijk alleen maar pakketten zien waar überhaupt iets in zou kunnen zitten. Die doen we gewoon normaal. Dat is cool. Oké, niet verkeerd. Nu 84 is ook lekker. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet echt. Het ondersteunt niet echt het team wat wij in gedachten hadden. Dus. Maar hier, 12 spelers. 1 zelf. Oh, maar. 2 keer zeldzame gouden spelers. We hebben nog geen workout gezien op dit account, volgens mij. Hey, Pedro Porro. Wacht eens even. Ja, ik ga eens even naar mijn team kijken, want ik dacht dat ik deze in gedachten had. Volgens mij had ik die... Ja, kijk eens aan. Pedro Porro, IE die luistert mee met ons en die denkt van... weet je wat, jij kan wel een Pedro Porro gebruiken. Nee, super lekker dat we in ieder geval... Nou, dat nog maar een paar keertjes. Dan vult het team zich vanzelf. Wat is dit dan? Oh, Bailey. Too good to be true. Oh, wat is dit dan? Oh, Ben Jenner. Dank heeft gekregen, zie ik. Maar is hij wat waard? Ik bedoel, Ben Jenner. Nou, ten opzichte van ons huidige team. Zeker een kaart die we zouden kunnen gebruiken. En we hebben natuurlijk ook net Hernandez gepakt. Dus op zich is dat wel een sterke link. 2 keer zeldzaam 78 plus. Oké. Op zich natuurlijk echt een, ook weer een prima kaart. 84 rated. Ik heb hem wel gebruikt op mijn main account. Ik vond hem niet super goed. Ik vind het wel leuk, want ik vind gewoon een hele lijpe verdediger. Mixed emotions, maar maakt niet uit. We hebben nog 3 kansen om iets echt bruikbaars te pakken. En dan hebben we überhaupt een walkout. We hebben nog helemaal geen walkouts gezien. Twee keer 80 plus en dan nog 10 keer 80 plus. Oh mensen, kom op. Echt gewoon even 1 keer een walkout. We hebben nog geen walkout gezien. Oké, dat laat ook nog even op zich wachten, blijkbaar de walkouts. Hey, Quadrado, ook een downgrade mensen. Oké, dan de pack waar dan allemaal uit moet gaan gebeuren, blijkbaar. Doe maar een dubbele walkout. Prima, dubbele walkout. We hebben het nergens meer over. Oké, ik wilde een walkout. Ik krijg een walkout. Is het een dubbele? Ik heb geen idee hoe je dat kan zien. Maakt niet uit. Het is een walkout. Zit hier nog meer moois achter? Bennester. Is die nog wat waard trouwens? Is natuurlijk wel... Nee, niet waard. Maakt niet uit. Maar dat is wel een hele goede kaart volgens mij. Ja, dat ziet er wel sterk uit. En sowieso, ons team ziet er niet uit. Dus we kunnen alle hulp gebruiken die we... Oh, maar Ruben Diaz...
Doorgaans niet de beste kaart. Maar goed, 89 reed het. Eerste walkout van de serie, dus ik ben er helemaal blij mee. Prima, prima kaart om mee verder te gaan bouwen. Oké, het volgende wat er moet gebeuren is, ik moet mijn doelstellingen afmaken die ik was begonnen. En dat betekent dat we nog in ieder geval Serie A en Eredivisie moeten voltooien. Ja, en ik denk het volgende wat we moeten gaan doen is die 100k pakketten vrijspelen. Want ondanks dat dat geen direct keuze oplevert, gaat het ons wel natuurlijk helpen om wellicht een hele bruikbare speler te pakken. Ja, in feite, ik denk na deze aflevering of misschien de volgende, wil ik echt klaar zijn met een team waarmee we Rivals kunnen gaan spelen. 400 assist, een Jumbo zeldzaam spelerspakket, daar gaat natuurlijk enorm bij helpen. Ja, hier, dus deze 250 doelpunten, die assist, die gaan we echt voltooien. Dus nog genoeg te doen, maar dat ga ik allemaal wel doen buiten deze video om. Want ja, goed, daar hoef ik je allemaal niet mee te vermoeien hoe ik dat allemaal doe op Squad Battles. Maar dan de volgende video, daar gaan we echt leuke pakketten openen. Mensen, bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken en tot de volgende.